Ik ben Laura en mijn urban craft is brandschilderen en glas in lood. Mijn werk is gebaseerd op het ambacht, maar ook hoe ik op een heel hedendaagse manier met dat ambacht kan omspringen. En het glas in lood ambacht, dat is een ambacht met een heel lange geschiedenis. En zeker hier in België worden al heel lang glasramen gemaakt. En voor mij is het heel belangrijk om die oude technieken te leren, maar ook om te kijken wat kan ik nu met die technieken doen. Ik maak zowel autonoom werk, dus dat is eigenlijk mijn vorm van onderzoek. Onderzoeken met die materialen. Daar maak ik kleine series werken mee die ik dan exposeer. En daarnaast maak ik ook werken in opdracht. Dus van mensen die een raam in hun huis willen hebben, bijvoorbeeld. Doordat ik bepaalde technieken of juist grenzen van technieken of zo, of mogelijkheden van technieken tegenkom, waardoor ik als kunstenaar weer nieuwe werken bedenk. En andersom werkt het ook zo, want soms bedenk ik als kunstenaar een werk en ga ik daarna zoeken hoe ik dat dan ook kan uitvoeren. Ik ben altijd op zoek naar kleuren die ik kan combineren of vormen of materialen. En het glas is daarnaast, het is de kunst van het licht ook. En ik kijk ook altijd naar het licht. Ik zie nog heel veel toekomst en vooral ook nog heel erg veel mogelijkheden voor glas in lood. En ik hoop dat ik nog heel veel daarin mag leren en mag experimenteren en op den duur ook mag doorgeven.